Spuugmooi. Mooi van lelijkheid, dus spuugmooi. Spuugmooi. De gemeente Haarlem heeft grootse plannen voor het stadsdeel Schalkwijk. Nieuwe huizen, een bioscoop, een megasupermarkt, dat soort werk. En dat zal allemaal hartstikke leuk zijn voor de bewoners van deze wijk. Maar voor de liefhebber van aandoenlijke treurnis is dit rampzalig nieuws. Haarlem-Schalkwijk is nu namelijk nog van een ontroerende lelijkheid. Het heeft alles wat je van een achterstandsbuurt verwacht. Lange rijen, sombere flats die zijn volgehangen met schotelantennes. Een aantal drabberige woonwagenkampen vol fietswrakken en half verrotte schuttingen. En rijtjeswoningen die je eigenlijk alleen maar kent uit documentaires over Noord-Engelse industriesteden. Prachtig allemaal. En in de omgeving van het winkelcentrum maakt mijn hart al helemaal een vreugdesprongetje. Het is hier alsof je 20 jaar terug de tijd ingaat. Hier hangen de uithangborden van de V&D nog vol trots aan de gevel. Hier doet Chinees-Indisch restaurant The Mayflower nog goede zaken van achter een sombere zwarte gevel. En hier zitten nog ouderwets gezellige zaken als Café Samen. In het overdekte gedeelte van het winkelcentrum heb ik voor het eerst van mijn leven hoorders hangouderen gezien. Zij houden de bankjes bij de Dekenmarkt en bij lunchroom Mr. Kokker de hele dag bezet. En de gebouwen in de omgeving, och mensen, het is allemaal zo ontzettend jaren 70 dat je vanzelf liedjes van ABBA begint te neurien en opeens zin hebt in een aflevering van Q&Q. Ik word erg vrolijk van al die bakstenen gedrochten. Maar de inwoners reageren er toch allemaal net iets minder uitbundig op. Wel nee, die straten, je breekt je nek zo wat over de tegels, alles ligt los. Ja, maar ik ben neer van als de wethouders komen. De wethouders. Het viel van me mee dat toen de koning hier was, dat kwam onverwachts. Hier in het winkelcentrum. Nou, ik denk het niet hoor, want die wordt daar natuurlijk naar binnen gesleept en dan pak je koffie. Klaar. Zo wil ik dat toch, laat ik eerlijk wezen. En die V&D, die staat ook al eeuwen leeg waarschijnlijk. Dat gaat af, wordt afgebroken. Als het goed is, dan wordt die afgebroken. Komt de flat. Maar ja, dat zeggen ze al uit de 15 jaar terug. Ja, en ze willen natuurlijk wat doen, want dat doe ik ook weer verpauperd. Ja, de komende jaren gaat deze wijk dus flink op de schop. En dat is doodzonde. Haarlem is al zo'n enorme keurige stad. Schalkwijk heeft tenminste nog iets spannends met al die prachtige lelijkheid. En dat moet nu ook allemaal maar aangeharkt worden. Breng dus nog maar snel een keer een bezoek aan Schalkwijk. Het is er nu tenminste nog spuugmooi. NH Radio.